Ik ben Jasper van Bellen, ik ben docent en onderzoeker bij Milieukunde van Hal Larenstein. We zijn hier bij Veemos Teeltbedden, onderdeel van project Better Wetter. Vanuit van Hal Larenstein helpen we mee aan een experiment met alternatieve natte teelten. Het idee daarachter is dat veen, hè, hier heb ik een stukje veen, als je dat veraart, dat zijn gewoon plantenresten. Daarom kun je het ook zo makkelijk zo in blaadjes uit elkaar trekken. Dat is gewoon laagje voor laagje en die planten daar over elkaar heen komen te liggen onder water. Op het moment dat je daar het water eruit trekt, dan gaat dat gewoon oxideren. Dat verbrandt, dat gaat in de lucht. Daar komt ook CO2 bij vrij. En wat we nou willen binnen Better Wetter is dat we gaan verkennen van wat kun je nou doen als je dat water aan het maaiveld ziet en zet, zoals je dat hiernaast ziet. En wat kun je dan toch nog telen? Want dat past natuurlijk niet bij onze gangbare landbouwpraktijken. Dit is een experiment met veenmosteelt. Hier zijn we nu bezig om wat grondwaterstandsbuizen te zetten voor de monitoring. Dat is ook wat het belangrijkste wat van Hal Larenstein bijdraagt aan Better Wetter. We werken hier met onderzoekers, maar vooral ook heel veel met studenten. Dus wat levert het op? Wat voor biomassa komt eruit? Voor die listdodders is ook heel belangrijk. Wat voor nutriënten gaan erin? He, daar gaat het boezemwater stroomt er aan de ene kant in. En dat wordt dan gezuiverd eigenlijk door die listdodders. Daardoor krijg je meer biomassaproductie en schoon water aan de andere kant. Nou, dat is een combinatie van functies waar we naar kijken. Wat doet dat? Hier voor Veemos is het vooral gewoon de vraag, werkt het überhaupt? Krijg je dat aan de praat? Veemos kun je vervolgens vermarkten, kun je inzetten in potgrond. Je ziet hier een heel plankenspoor in het tiltbed liggen. Dat gebruiken onze studenten om overheen te lopen. En die gaan het gewoon bijhouden, foto's maken, kijken of dat veenmos zich uitbreidt. Of misschien winnen de grassen wel. Dat is de vraag hier.